Hey Brokkie Gamers, welkom allemaal weer bij een gloednieuwe Factsheet Friday. Ja hoor, het is weer vrijdag, dat betekent dat we natuurlijk weer eventjes een paar factsheets gaan doornemen. Hey, voordat, ik, uh, voordat we beginnen wil ik jullie eventjes erop wijzen. In de beschrijving staat het linkje. Mocht je deze DLC willen hebben, als je op dat linkje klikt, heb je ook nog wat extra korting en dan support je me ook nog eens een keertje. Dus uh, mocht je de game willen hebben, uh, klik even op dat linkje. En. Uh, dan wens ik wens jullie heel veel plezier met de Farming 19 Platinum Edition. Uh, ik heb vandaag volgens mij weer 3 à 4 facties voor jullie. Plus een video die doe ik aan het einde van, de, van deze. Van dat we de facties hebben gehad. Er uh, komt er een nieuw filmpje. Uh, daar ga ik ook niet verder onder praten. Het is gewoon in-game geluid. Uh, volgens mij duurt de video ongeveer iets zo 2 minuten. Dus we gaan gewoon beginnen. We hebben hier de Klaas Action 870-800. tot 800. Volgens mij moet dat net andersom, maar dat maakt je uit. Het is een trekker, logisch, kost 184.000 euro. Hij heeft een uh, pk-range van 100, een 250 295 pk, dus ja, een redelijke trekker. Uh, 435 liter diesel, hij kan 50 km per uur. Uh, je kunt standaardbanden en uh, dubbele banden achter, plus. Wiel, oh nee, wacht even. Je kunt standaard banden, je kunt wielgewichten, brede banden, uh, dubbele wielen achter en dubbele wielen kun je aanpassen. Um, de drie merken zijn Trelleborg, Michelin en Mitas. En dan kun je nog White Tires plus Weights. Dat is een beetje raar onder elkaar, maar goed. Dan hebben we nog de Klaas Quadrant 5300FC. Dat is een vierkante balenperce. Die kost 153.500 euro heeft 230 pk nodig. Dat is behoorlijk uh, wat. Werk, uh, de, uh, God, de, God, de werksnelheid is 20 km per uur. En uh, er gaat dus 4000 liter in. Dus elke baal, elke baal is 4000 liter. Je kan er gras, hooi en stroom mee persen. En de banden kun je veranderen naar Trelleborg en Michelin. Dan zie je hè, de, de paar... De, 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 hou je mond serie. Ik zeg het niet tegen jou. Uh, Dan kun je dus een paar video's dus zien. De klaarste actie van de voorkant. De aftercast. De balenpers van boven, de pick van de balenpers, de kon van de balenpers en de chrome pipe van de Klaas Action. Dan hebben wij nog, even kijken, uh, de tweede en dat is de Klaas Arion 460-410. Het is een trekker, kost 75.500 euro. Hij gaat van 90 tot 140 pk, heeft een 190 liter dieseltank. Uh, 40 km per uur gaat hij. Je kunt uh, aanpassen een en Nokian. De is natuurlijk standaard en Nokian zijn grasbandjes uh, om zo maar te zeggen. Wat kun je veranderen? Standaardbanden, wielgewichten, brede banden, brede banden met gewichten, dunne banden, dubbele dunne banden en communal, Dat zijn dus de uh, Communal, Dat zijn die die Nokian tires, die uh, die grasbanden. Uh, wat kun je nog aanpassen? Design is standard of panoramic. Uh, wat dat precies is, weet ik niet. Misschien dat jullie weten wat. Uh, panor bleh, panoramic is in Klaas. Ik heb geen idee. En je kunt er een voorlader op zetten. Uh, dan hebben we nog de Klaas FL120C. Dat is een frontloader. Kost 5700 euro. En dan heb je hier dus nog een paar foto's. De bovenste dat die bal aan het laden is. Met de Action en de Arion. Ik vind Arion op zich wel geen getrekketjes. Uh, de binnenkant kun je zien. De motorkap. De voorladen van boven de, uh, het dakraam. Het lijkt net of je het dakraam open en licht kan doen. Als je dat hier zo kijkt. Hier heb je wel een rand, hier heb je geen rand. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Dan heb je hier nog de uh, Arion vanaf de zijkant. En nog uh, de Arion die je kunt spuiten. Dat waren in ieder geval de fact voor vandaag. Ik ga jullie hierna eventjes een videootje laten zien. Uh, dat de twee trekkers in werking zijn. Ik ga er ook geen muziek onder zetten. Dus um, ja. Vergeet niet op de link in de beschrijving te kijken, vergeet niet te abonneren, want de verre doos is heel dichtbij. En dan uh, wens ik jullie veel plezier met het kijken naar de video en dan uh, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer.